Hoogste nieuwe binnenkomen op de nummer 40 deze week. De hackersluiter op de nummer 40 met een stipnotering. Oh, dat, ja, dat is zo jaren 70. Maakt hem wel af, hoor. Ja, maar ik wel die. Dat is nou de. Wij zeggen nu gewoon de mega top 50. De mega top 50. Nou, maar net zoals 0909, dat was destijds... Nul Nagi. Ja, daarom doen we het ook. Ja, dat is gewoon een eerbetoon aan... Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd... voor Extra Weekend. Ja! Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Extra Weekend. Jouw vrijdagavond kick-off moment op 11 mei. Hekdom! Vorige week waren we er helaas niet, maar wat waren we stil. Wat was het stil in het ganse land. Oei, oei, oei. Visa! Dat denk ik wel dat de extra veel energie hebben op kunnen bouwen om vanavond te shinen als een motherfucker. Ze zeggen wel, het is zo stil in mei, maar er zijn elk jaar toch 2 minuten dat het helemaal stil is. Maar daarna, jongen, een herrie. Man, Harry. Man. Bloedende oren. Oorschelpen die meewapperen. Feesta! Alsof het een decibelmeter van Jibber Jisma is die iets registreert als iets in het raam gooien. Let op mijn feesta! Exact. Alsof je oor... trommelvliezen er doorheen gaan. Let op! Een stukje trommelvlies op je schouder. Dat je even zit er in je haar? Gevonden zijn. Dat het een trommelvlies blijft. Dat je trommelvlies eerder schudt in je maag te vliegen. Ja, dat idee. Niets is erger dan je trommelvliezen. De Kazoo-avond van Extra Weekend met onder andere de Kazoo Top 10. Liedjes die je het lekkers mee kan. En moet bijvoorbeeld denken aan... Nou. Ah, fuck, hij is weer. Nu heb ik zo'n plastic klote ding. Met Extra Weekend erop. Heb je ook al eens gehad gezegd? Ik heb zo'n plastic klote. Een trillende plastic klote ding. Ik denk dat vanavond nog wel eens goed gaat komen. Wat vanavond? Nou, misschien hebben we nog visite van Plork. En nemen ze misschien nog Oh, lieve Plork en de aannemers. Lieve Plork, heeft u nog zo'n Kazoo over, zo'n metalen? Ik ben hem weer eens kwijt. Dank u wel. Heeft een van jullie wel eens gespeeld met een lichtgevende condoom? Gespeeld? Nou, als in hem gebruikt. Bestaan die? Jeetjes, Tjibbe. God. Gefluoriseerd. Dit is toch... Heb jij nog nooit een lichtgevende condoom gezien? Nee, serieus. Die jongen heeft... Man, hij denkt nog steeds dat het ballonnen zijn. Ja. De hele kamer, ik kwam laatst ook. Dat zijn hele mond onder de fluor zit. Heb jij nog gedaan? Ja, ik heb een feestje gehad. Jibber Jisma op de rug van Veenstra zit. Heel normaal beeld op vrijdagavond. Gemiddeld eens in de 2 maanden wordt ons toch gevraagd... joh, draaien we even, want dan kunnen we even kijken of alles het nog doet. Ja, maar dat is gewoon even een test. Op de tv heb je het testbeeld. Wij hebben in de morning van de Razor Light. Een testplaat. Een testtrack. Vroeger kregen die bij een BNO muziekinstallatie. Ja. Kregen zo'n test-cd. En even kijken, wilt u even op het knopje drukken? Hoor. Maar dat heb je nog steeds bij... Hoorde je dan? Maar die heb je nog steeds bij DVD's en Blu-rays. Dan kun je de 5.1 surround setup test doen. Nou. En dan hoor je... En dan hoor je links. Hé? En rechts. Ja? En links. Hé? En dan. Ja? En dan je subwoofer. Hé? En we zullen het nooit, oh, ook. Nooit vergeten. We zijn stereo aan het uitzenden. Oh, is het stereo? Ik vind het zo jammer dat we geen 5.1 microfoon hebben. Dan had je dus gewoon... Ja. Surround. En dan nu? Oh. Een schuine streep, ja? Zullen we even... Ja! Dat als je afvraagt.
vandaag. Weet iemand bij Huey Lewis? Ja, die is hier op de radio. En dat is de nieuws in dit geval. Do you believe in love? Is de extra weekend Backstage bumper. Hey. Komt-ie. Hey, nieuwe aannemer. Dames en heren, ik mag aannemen van wel. Plork en aannemers in de studio. We gaan, wij komen hier zeer officieel eigenlijk. Wij komen jullie namelijk ons nieuwe videoclip overhandigen. Wauw. Ja, 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 ja. En daar spelen wij een hoofdrol in. Ja. Ja. Nou, hoofdrol. Nou ja, we beginnen er wel mee. Het is tijd voor een dampende Fiesta Mexicana! Rosa, 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 Rosa! Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana. Es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Oftewel, we hebben een gast in de studio, Hadewig Minnik! Hallo Hadewig. Hallo. Hallo, hartelijk welkom in dit wat een studio heet. We schrokken ons best wel dood eigenlijk, zou je stellen. Ja, maar echt waar, dankjewel. Maar wij dachten het gaat heel lang duren voordat we zwanger worden, want zo gaat dat wel eens. Ja, klopt. Maar het was dus meteen raak, dus wat dat betreft waren we goed bezig, weet je wel. Ja, maar met wie is de mol? Lekker doeltreffend ook. Gewoon doeltreffend, weet je wel, gewoon lekker bezig. Hoppa. Not beating around the proverbial bush. Nee, gewoon, weet je, gewoon meteen in de roos. Flap, 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 flap. Sorry, je ziet het voor je. Precies. Misschien moet even, rammen die bouwen even af. Tamme. Ja. Vijf vragen. Ja, ja. Oh. Van Gerard en Michiel. Ja, nou. Aan Hadewig Minnik. 9. Nummer 9. Welke collega vind jij erg goed in zijn vak en waarom? Ik doe even wie me nu eerste binnenkomt. Maar ik moet meteen denken aan Giovanka. Die kennen jullie natuurlijk. Ja. God, maar dan pak je er ook eentje, zeg. Hey. Ja, nee, ik ben acteren, gewoon van haar wel heel erg onder de indruk. We hebben laatst samengewerkt voor de kleine komedie. Muzikale Helden was dat. En het is niet alleen een waanzinnig mooie vrouw. Er komt een soort godin komt er binnen. Ja, je denkt, ja, wacht eens heel eventjes, wat is hier aan de hand? Denk je dan? En dan gaat ze zingen en is het ook nog eens heel erg mooi. En is ze ook nog een heel leuk mens. En dan zet ze zich in voor goede dingen. Dus ik eigenlijk, bah, wat een naar. En een rugwijs, weet je wel. Dus ik heb haar in de fik gestoken. En platen verbrand. Ja, volgende vraag. Het is tot en met vraag 51, hè? Ja. Doe maar 51. Ah. Daar gaan we. Oh, wat vind jij het lekkerste plekje op je eigen lijf? Ik denk mijn billen. Laat zien. Laat zien. Laat zien. Laat zien. Nou, en? Laat zien. Laat zien. Ik zal het laten zien. Oh, ze gaat ook echt staan erop. Oh, maar je hebt wel gestippeld aan. Wacht. Ja, gestippeld aan. Doe nog even, nee, iets. Doe alsof er een pen op de grond is gevallen. Doe ons even of de verwarming een piep is. Nee, dat niet. Nee, ja. Ik ga nog een keer zo staan. Dat is 3 maanden aan de zwangerschap. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Maar het is wel. Oh, ja. Mijn billetjes zijn ook best zacht. Maar dat is dan, dat is. Dat kom, is wij zijn nooit thuis, hè. Kom op, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Hey, ladies in the place, I'm calling out to you. Like to grab.
overzichtelijke uitzending. Nou, eigenlijk wel, hoor. Het is tijd voor het radiofeuilleton uit het raam. Waarin de gast van deze week, in dit geval Hadewig Minis, iets uit het raam flikkert. Ja, ach. Ach, Stenders is er ook. Rob Stender! Ja, het is hem. Voor een stereo-effect. Dit is Rob helemaal niet. Wie dan? Ik weet niet wie het is. Jelmor. Oh, dat is Jelmo. Ah, natuurlijk. Hou op, man! Op je verneukt het normaal! Jelmer, sterf! Ja, kom mee. Ja, maar het houdt niet op. Hij stopt niet met toeteren. Wacht, ik sloop hem er even uit. Ja, naar beneden? Ja, Chisland nu naar beneden. Ga je naar beneden? Om Jelmer een hengst voor zijn harsjes te geven. Fantastisch. Dus, hallo, Jean-Paul. Hey, wie maakt die toeter? Je kunt hem ook naar Jelmer gooien. Het is jouw moment. Echt waar? Ja, je mag ermee doen wat je wilt. Oh, wat geinig. Maar het werkt ook... Godzallemachtig! Hou op! Die is toch aan het op, man! Het kan ook... wat heel goed werkt, is heel goed voorovergebogen hangen. Dan komt hij al op de huis neer. Ja, wij staan er helemaal klaar voor, Arie. Ja. Maar is er echt niemand, jongens? Is er niemand? Nee, echt niet. Ga maar gewoon. Goed. 1, 2. Ik wel tot 3. Je kan gewoon gooien. Gaan we. 1, 2, 3. Ja! Zo, hé. Ja. Zie die videoband van Plassie Nadia erin? Ik zie helemaal, heel veel helemaal. Nu, hoor. Ik kijk in stukken, jongens. Harvey, gang nu over. Hoe vond je het? Ik vond het een hele doldrieste ervaring. Je moet nog één keer kijken of we de band nog kunnen vinden, natuurlijk, hè? Ja, kijk nog even één keer, Harvey. Laten wij gaan bellen met Michel en meespelen met... Het extra weekend. Heel veel succes, Aline. En trouwens, het is niet feuilleton voor iedereen die via Twitter mee zit te raden. Dat nee, het is niet feuilleton. Het geheime woord. Nee, dat is niet het geheime woord. Maar heel veel succes, Eline. Oh. Nee, neutraal. En dan? Neutraliteit. Yeah!